Eveneens in verband met 150 jaar Hindoestaanse immigratie organiseert Stichting Organisatie Hindu Media van 1 tot 5 juni een gezondheidsbeurs in de Anthony Nesty Sporthal. Het ministerie van Volksgezondheid, die het initiatief ondersteunt, heeft op vrijdag 19 mei middels een persbriefing informatie verstrekt over deze beurs. OHM bestaat 18 jaar en we hebben meer dan 26 containers in samenwerking met de vriendengroep Himmet uit Nederland, is een veteranenvoetbalvereniging, hebben we ondersteund hun project van 26 containers. Daarvan waren er 4 of 5 containers met ziekenhuisbedden alleen. We hebben een heleboel ziekenhuizen in Suriname, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, hebben van bedden voorzien. Atjoni alleen heeft 70 bedden gehad. Nikeri, noem maar op. Marowijn, overal hebben ziekenhuizen bedden gehad. Maar we hebben ook duizenden rolstoelen, rollatoren, loopkrukken, loopsteuners. Duizenden hebben wij in Suriname gedistribueerd. We zijn bezorgd dat er wekelijks tenen en benen of voeten worden geamputeerd. Suikerziekte, diabetes en al dat soort dingen. Dus wij dachten, laten we die 150 jaar aangrijpen. Vooral de Hindoestanen die ontzettend veel suikerziekte hebben en hoge bloeddruk. Laten ze bewust kiezen en gezonder leven. Laten ze hun lifestyle veranderen. Eerlijk, er moet aardig wat gedaan worden aan de lifestyle van de Surinamers. Als we kijken op de scholen, de kinderen met fastfood, de kantines. Is suikerwater wat ze drinken. Dus ze zwellen op. Obesitas en al dat soort dingen. Dus wij roepen de samenleving op, maar we roepen de bedrijven op. Kom, doe mee aan de gezondheidsbeurs. Kom voorlichting geven. Voedverpleegkundigen, diabetici, levensmiddelen, good food, good lifestyle, yoga, oefeningen, sport. Kom, doe allemaal mee. Alle actoren die met gezondheid bezig zijn. Medici, noem maar op. Dus we roepen ze allemaal op om mee te doen. We hebben maandag weer een teach-in om 11 uur in het NIS. Het wordt donderdag 1 juni geopend om 5 uur tot en met maandag 5 juni. Dus we hebben donderdag 1 juni, vrijdag 2 juni, zaterdag 3 juni, zondag 4 juni en maandag 5 juni. En we hopen dat de president van India ook de beurs bezoekt. We hebben het verzoek gedaan en we kijken wat er gaat gebeuren. Het ministerie heeft een aantal overheidsinstituten die gaan meedoen. En er zijn een aantal particuliere instituten. Maar naast de gezondheidsbeurs is er ook een bedrijvenbeurs. Dat is buiten het NIS en daar kunnen ook bedrijven verkopen. Je kan van alles doen. Eten, drinken. Het is een bazaar, het is een immigratiebeurs. Alle bedrijven mogen meedoen. Bloemen, planten. Je mag van alles doen. Voorlichting geven. Alle bedrijven. Iedereen mag meedoen. De openingstijden zijn donderdag 1 juni. Van 5 uur 's middags tot 10 uur 's avonds voor de gezondheidsbeurs. Voor de anderen is het een uurtje extra. Zaterdag ook. Dus donderdag, vrijdag, zaterdag van 5 tot 11. Zondag van 12 tot 11 uur. En maandag van 10 uur tot 3 uur.